speel Vanessa Vergoossens, de vriendin van Frank Verstraeten. Dat is een beetje een optelsom van verschillende vrouwen in Frank zijn leven. En van verschillende interpretaties van een mis. Zeker in de jaren 90. De Miss België verkiezing van de jaren 90, dat was wel een moment. Ik heb nooit gedacht om mij in te schrijven voor een misverkiezing of zo. Totaal niet. Maar als je het dan mocht spelen en je krijgt een lintje en een kroontje... Nee. Dan is dat toch ineens heel leuk. Het was een intense periode. Ik was in een ander lichaam letterlijk dan ik nu ben afgevallen. Het is gewoon een soort kostuum dat je constant aan hebt. Je bent daardoor iemand helemaal anders. Een andere headspace, heel donker eigenlijk. Want ja, het missenbestaan wordt misschien gezien als een van cabrio's en lintjes en kroontjes. Maar dat is misschien niet alleen de mis die we hebben neergezet met de Cillion. Dus dat vergde wel een andere mentale plek. En ik heb die proberen op te zoeken. En dat maakt u niet altijd blij. Dat is wel het mooie aan mijn rol. Ik heb het gevoel dat ik een evolutie mag doormaken. De mannen kunnen daar een puntje aan zeggen in de film. Ja. Als het dan daar juist gaat over een sterke vrouw, vind ik dat een sterke vrouw niet altijd zit in de onderzoeksrechters en de activisten. Iemand die heel zwak is en er niet uitgeraakt of daar een weg in zoekt, is ook een sterke vrouw. Ik heb wel bij de eerste lezing of de eerste versies me wel afgevraagd van, maar is er een reden dat... Ze stond eerst iets anders geschreven, Vanessa, dat die zo bitchy is? Of dat, is dat gewoon een associatie dat je maakt met een mis? Of een waarom is dat nodig? En er is al zoveel hardheid in die film. Ik denk dat we haar iets zachter moeten maken. En dat is dan ook gebeurd. En ook, ja, vooral natuurlijk de scenaristen die daar heel mooie scènes van hebben gemaakt. Robin is echt een goede regisseur, die ook maar gewoon een soort puntjes op de i-regisseur is. Hij heeft zo de voorbereidingen gedaan dat jij het als acteur niet helemaal moet gaan rechtzetten. Het fijne is als iemand als Jonas, dat hij dan een rol moet spelen dat echt een ander accent is, een ander voorkomen, een andere houding. Dan staat er Frank voor u en dat was wel heel fijn. Met Matteo was het niet de eerste keer en toch blijft het fijn en boeiend. Dan ben ik heel fier op hem, uiteraard. Cinema.